Ik zeg gewoon, welkom bij Wipeout! Nou, dan springen we allemaal, ja? Welkom bij Wipeout! Goedemorgen jongens en meiden, of nou ja, goed, eigenlijk is het voor mij deze ochtend een slechte morgen. Ik had namelijk twee verkeerde dingen gedaan. Ik moest op dit moment al lang bij mijn vader zijn om mijn haar te laten knippen, want ik had dus om 9:30 een afspraak. Ik word wakker, wat zie ik? Het is 9:50, ik denk, oh, dat was niet de bedoeling. Dus ik ben door mijn wekker ingeslapen, mijn vader die was niet heel erg blij, die belde me boos op, dus ja, ik had een probleempje. Maar, dat was niet het enige, ik kom ook tot de ontdekking dat ik hier gewoon, de deur staat nu dicht, maar hij stond dus gewoon op dit kiertje stond hij open vannacht blijkbaar. En dat hebben we helemaal totaal niet gemerkt. Dus de katten hadden ook nog eens vannacht naar buiten kunnen springen. Maar gelukkig is alles op zich wel goed afgelopen. Jongens en meiden, ik hoop dat jullie wel een goede morgen gehad hebben. Het is dus weer een heerlijke, prachtige nieuwe dag. Als ik hier de gordijntjes lekker open ga gooien. En ja, mijn papa die is dus alleen een beetje boos. Maar ik moet er straks wel naar hem toe. Want ik heb een nieuwe afspraak met hem gemaakt. Oh, wat heerlijk als het allemaal zo schoon is hier. Hè? Ja. Behalve dit dan, maar ja. Want Gio, je hebt gewoon geen ruimte. Geen ruimte? Nee, ja, oké. Okay. Ja, ik weet het, jongens en meiden. Het is nog steeds zo, na 7 maanden dat ik hier woon, dat nog steeds de inloopkast, zoals jullie weten, niet gemaakt is. Er zijn nog heel veel dingen niet gedaan. Zoals ook de deuren hierachter bijvoorbeeld. Maar ja, ik vind dat het allemaal niet echt heel erg veel haast heeft. Alleen, nu wordt het toch wel een beetje irritant dat... Ja, dit is echt zo'n lelijk hok, waar ik allemaal dingen gewoon gedumpt heb nog van de verhuizing. Maar ja, hè? Dat komt allemaal wel goed. Alleen daardoor staan hier dus nog even die dingetjes die even ergens anders heen moeten. En oh, het is vandaag tenminste wel lekker zonnig in plaats van bewolkt. Zo, je merkt gelijk de hitte hier. Ik denk dat ik ze toch maar even dicht hou. Dat is toch wel wat beter, anders wordt het weer veel te warm hier binnen. Jongens en meiden, ik heb hier het bord natuurlijk van de beste en leukste kijkers. Ik heb nog niet de vlog waarin ik het gisteren uitlegde over dit bord staat nog niet online. Maar wat je daarvoor dus moet doen om hier op te komen is dus abonneren en iets leuks achterlaten. Zodat je hier dus in de studio op mijn bord komt te staan. Hè, poes? Ja, hè? Kom jij daar ook op staan? Haha. Ja, echt goede grap. Maar ja, ik heb er nu dus nog niemand op kunnen zetten, want ik heb nog geen reacties kunnen lezen van jullie. Maar dat gaat wel eind van de middag gebeuren. Ik moet in ieder geval nog even lekker schijten hier. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat moet even snel gebeuren. En mijn haar hoef ik niet te doen, want dat wordt straks gewoon gelijk gefixt natuurlijk. Hey, zou je me nog daten met dit haar? We gaan eens zien wat mijn papa ervan denkt. Oh. Hij gaat zeggen. De af. Hi. Ja. Je moet wel gelijk door blijven lopen, Isha. We hebben een hele discussie. Nou, eigenlijk hebben we een discussie over hoe mijn haar moet. Ja, dat is heel belangrijk. Wat gaat het nou worden? We moeten tegenaan kijken. Ja, ik moet ermee rondlopen. Jij ziet het toch niet, ja. Maar wij kijken tegen jou aan. Ja. Nou, je hoort het, hè? Wat nu? Ja, ik denk dat dat wel een goede oplossing is. Dan gaat het flipje ook weg. Ik ga die zijkanten gewoon lekker kort maken. Nou, oké. Okay. Ik wacht het wel weer af. Jongens, mijn haar is klaar. Denk dat Isha het goed gaat keuren? Ja, ik denk het wel. Besef wat een vriendin voor, waar een vriendin voor stress zorgt, hè? Hoe bedoel je? Heb je dat ook met mama? Alle mannen die hier in de zaak komen, die hebben of een briefje bij zich, of ze zeggen gewoon... Gewoon van de vrouwen? Ze hebben opdrachten van de vrouw meegekregen. Oh ja, nou jongens, het moet wel nog een beetje gedaan worden, maar ik vind het helemaal top. Vind jij het ook top? Ik vind het wel goed, ja. Oké, okay, nou nu is het wachten op de goedkeuring van het vrouwtje, hè? En als ze het niet goedkeurt, dan gooien we er gewoon uit het raam. Hey, ik ga naar huis. Er stond weer even een man foto's te maken van mijn auto, echt. Oh. En dan kom ik aanlopen en dan doet hij heel subtiel zo zijn cameraatje weg. Zo van, oh nee, ik was niet foto's van je auto aan het maken hoor. Nou, wel leuk en hartstikke lief dat hij het zo mooi vindt. Alleen die blik in zijn ogen als hij mij dan ineens ziet instappen en hij denkt, oh shit, misschien moet ik snel mijn camera wegdoen. Die is echt gewoon goud. En... Wat? Zo, je kijkt verschrikt, geschrokken. Zo, hallo. Lekker tomaatje aan het maken. Oké, maar haar moet nog gesteld worden, dus dit is niet het eindresultaat. Ja, heel enthousiast. Nou, oké. Fijn om te horen, jongens en meiden. Nee, mijn haar moet nog, zoals ik al zei, gedaan worden, want dit is nog niet het eindresultaat. Is het te kort? Beetje. Oké. Het grappige is dus dat mijn vader deze vlog gaat terugkijken en hij ziet dus nu de reactie van Isha. Dus Isha, je moet even doen alsof je het super goed vindt. Oké, dan niet. Nou. Ja, is het top? Oh, mijn vader zit er te kijken nu, jongens. Zij kan de kort wel heftig.
maar het staat wel beter. Het okay. is fresh. Maar de bovenkant moet gewoon langer, denk ik. Ja, ja, ja. Dan is het wel minder heftig. Oké. Okay. Nou, hey. Eventjes de mening van een vrouw. Ik heb dus inderdaad heel veel reacties gelezen van Gio, je loopt al echt 8 jaar met hetzelfde kapsel. Of 6 jaar, of weet ik veel, 7 jaar heb je hetzelfde. Waarom verander je het niet een keer? Omdat ik gewoon oprecht echt niet weet wat ik met mijn haar moet soms. En als het te lang is bij mij, dan valt het ook zo stom en dan ziet het er gewoon echt niet meer uit. Maar ik vind dat mijn vader wel gelukkig gewoon goed werk geleverd heeft. Toch? Dat sowieso. Ik heb hier mijn zwembroek, jongens en meiden, want oh, wij gaan iets superleuks doen op dit moment. Maar echt iets heel erg leuks. Niet alleen, want jullie, of tenminste mensen die mij al super lang kijken, die weten dat ik vroeger ook heel erg veel met Nathan, oftewel Acid, omging. En Nathan, die komt dus straks, eigenlijk ik moet hem ophalen op Rotterdam Centraal. Ik heb hem super lang niet gezien. Ik kan niet eens meer de laatste keer herinneren dat ik hem voor het laatst gezien heb. Maar we gaan dus met z'n allen wipe-outen. Straks komt Hanwees, de stagiair komt ook hier naartoe. Zijn naam is Vincent en Hanwee die rijdt dus in zijn eentje helemaal daar dus naar de wipe-out toe. En ik heb er zoveel zin in, want we hebben 1 keer eerder gewipe-out. Als je dat zo moet zeggen. Gewipe-out. Ik weet niet, dat zal vast geen woord zijn. Maar dat was zo erg grappig. Dus ik kan echt niet wachten om nu weer te gaan. Daarom heb ik hier mijn zwembroek. Ik ben veel te hyped alweer. Maar ja, hey, dat hoort erbij. Isa die moet ook nog eventjes de bikini aan gaan doen. Waar ben je? Oké. Ja, ik doe de deur wel even dicht. Niet voor camera geschikt. Daar is hij hoor. Daar is hij hoor. Wakker bro. Hey. Stap in jongen. Vincent is er dus, oftewel de stagiair van Hanwee wat ik net al zei. Nathan is er dus, die wil mijn auto nu inhalen. Ja, oeps. Ik moet de deur even dicht doen. We zijn dus te laat, maar yo! Heb je zwembroek me? Ja, ik heb geen zwembroek voor jou. Nee, we gaan dus fucking wipe-outen en yo, Nathan heeft gewoon geen fucking zwembroek meer. Ik wist niet meer waar we gingen. Oké, jongens, we hadden dus een afspraak dat we om 4 uur bij fucking wipe-out moesten zijn. En het is 5 uur en we komen aan om 5:30. We hebben de baan tot 7 uur, dus dat is geen probleem. Hanwee, hey, we on our way. We komen. Oh ja, hij was gelukkig niet boos, maar ja, Hanwee kan ook gewoon nooit boos zijn, dus dat is wat chill, maar... Hij had het beter moeten organiseren, hij had het beter moeten communiceren dan ze daar file gingen zijn. Ja. Lekker hier niks. Hij had ons moeten waarschuwen. Het is toch ook echt niet normaal, we staan letterlijk al, ik denk, 1,5 uur gewoon in de file. Alleen maar file. Hey, check zijn oudje dan even. Ik had een big Louis bag. Ah ja, is die voor jou? Ik heb 2 bags. Kijk jongens, we zijn er eindelijk. Alleen moet Hanwee nu even hierheen komen, want hij is er dus al volgens mij 1,5 uur. Wow, dat is eigenlijk gewoon best wel erg. Maar ja, hè? Het gaat erom dat we er zijn. Wie is hier 2 uur te laat? Ik niet. Yo. Baka bro. Je ziet er nog steeds zo debiel uit, man. What the fuck? Ja, en over jou gaan we niet praten. Hey, mooie opbroek. Ja, Hanwee gaat dus in zijn, of ik bedoel, Nathan gaat dus in zijn onderbroek. Ik zei net al, we gaan wipe-out en wat doet hij? Hij vergeet zijn zwembroek. Ik jouw zwembroek nog steeds. Wauw. Ja, hoezo neem je die er niet mee? Ik heb gewoon opnieuw gekocht. boys, jullie zijn team rood. Oh, ik krijg gelijk teams. Ja man. Oké, oké. Nee, we gaan hier even een introotje draaien dan gewoon beginnen. Dat is cool. Ik zeg gewoon, welkom bij wipe-out! Nou, dan springen we allemaal, ja. Welkom bij wipe-out! Wij moeten hier nu gaan beginnen, ja. We hebben dus net de ander gedaan om het begin op te nemen, en nu... Ben je er klaar voor? Ik ook niet, man. Deze helm zit zo. De vorige keer ging deze, zeg maar, op deze manier. Oh, daar komt er even achter. Oh, nee. Ah, ik ben echt benieuwd. Dit gaat, ja, dit gaat sowieso helemaal fout weer. Dat gaat sowieso helemaal fout. Dat ding slijt er zo af. Je valt zo op. Ja, echt? Oh, shit. Kijk, mijn persoonlijke camera, vrouw. Hey, als ik dood ga nu... Ja? Oh... Het gaat alleen maar om het filmen, hè? Oké. Okay. Alleen maar weer te filmen hebben. Thomas, waar is dat? Go! Oh! 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 Holy shit! Huh? Oh! Hoe kom je zo ver, gast? Oh! Oh shit! Moet ik nu? Hey, kijk uit! Die dingen schieten uit! Die dingen schieten uit! Ah, doe wat jullie! Ja, die kreeg je wel hard, man. Ah! Ik zei het! Ja? Ja. Oh, wacht! Nee, wacht, wacht. Doe het in de hart! Nee, fuck! Nee! Gewoon springen!
Kom op, kan jij? Dat kan jij. Oké, het is nu tijd voor Hanwee en voor Steven. Oh ja, daar gaat Hanwee. Hoi! Oké, doe het al. Oké. Wat deed jij, gast? Nu dat deed. Oh! Ja, maar jij weet hem! Oh! Zo! Oh! Hij had te veel zelfvertrouwen. En goed op naar James! Oké, ik maakte weer zo'n super harde klap op het water. Echt niet normaal. Je valt al hard. Zo, maar ja, echt hè. Maak een salto, Steven. 50 euro. Ik wil gaan wachten. Steven. Steven. Hey, Gio, fuck jou, vlog. Knolpower. Oké, het is tijd voor de ballen. Daar hou je wel van, hè? Pardon? Zo, dat was een hele... Oh, hele late reactie. Nee, lief doen, lief doen. Nathan heeft het ding op, dus we gaan weer dood. Yes. What the fuck? Ja, dit werken niet! Die ballen werken niet! Oké, jongens, dit is de volgende. En hij werkt dus op deze manier. Je moet trekken aan dat touw. Zo, ja, kunnen we wel een goede uitleg, man. Ja, man. Goeie uitleg, hè? Wacht, boys, ik heb idee. Ja, wat moet ik anders zeggen? Trekken aan dat touw. Ja, dus zo is het toch? Hé, hey, trek sneller! Trek harder! Jullie kunnen het tegelijk doen! We moeten het gelijk! Ja, ga terug! Wat? Wow! Shit! Hey, we zijn nu hier! Oké, maar... Hé, hey, blijf hier staan. Oké, nu eentje verder. Deze wordt leuk. Deze balls. Deze hebben we nog nooit eerder gedaan. Steven en Alwin moeten eerst. Oh jee. Oh! Hij zei zelf niet lel. Oh, je kan het wel. Hey! Oh! 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 Ja, dit is wat te doen. Deze moeten we wel kunnen. Hey, dit duurt echt lang. Dit is echt makkelijk. 3, 2, 1, go! Niet springen! Doorlopen! Steven, je bent echt de grootste poesje van ons allemaal. Hoe bedoel je? Oh, wat sexy. Wat ziet hij er sexy uit. Oh ja. Besef, 3 dagen geleden gewassen en nu al dit. Hey, we did it. Ja, ja, ja. 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 Oké, Hanwee gaat er weer vandoor. Oh, waar is die? Oh, hij gaat er helemaal daar vandoor daarachter. We zijn klaar met Wipeout. Wie er gewonnen heeft, dat moet je allemaal zien op Hanwee's kanaal. Maar, wow. It was nice.
Was ik goed? Dat is koud, nee man. You poes. Niks veranderd, snap je? Je hebt zo'n grote auto, maar dat is zo'n groot ding die ze altijd zeggen, toch? Mannen met grote auto's zijn gewoon poesies en ze willen zo hunzelf een beetje optillen aan een auto. Ja, dit is oprechte waarheid. Ik kan het ook gewoon niet ontkennen. Ik ben ook echt een poesie, jongens en meiden. Het is echt zo. Maar ja, we doen de auto dicht. Gelukkig heb ik een mooie auto dus. Gelukkig heb je een mooie auto. Ja, hè? Heb je wel een mooie auto. Hi. Eerste reactie. Eerste keer in mijn huis. Ik ga grinden, man. Ik ga terug video's maken. I'm gonna grind. Ik ga campagnes doen. Oh shit. Ja, dat is wel lijf, hè? Ja, man. Dat is niet normaal. We komen nu ook echt op de mooie tijd met de zonsondergang. Dus ja, dat is wel flex. So proud of you. So proud. Oh, ik ben dus één keer keihard om mijn nek gevallen volgens mij met het wipe-out. Ik weet niet welke van de vallen dat was. Dus ik heb nu echt even een massage nodig. Want oh, het is was niet te doen. Jongens en meiden, Nathan ligt hier lekker in bed. Yo, wacht. Ik heb je heerlijk in slaap gebracht, jongen. Yo, subscribe to my YouTube channel. Nathan gaat de vlog van mij afsluiten, want bedankt om te kijken naar deze vlog. Dat is een leuke wipe-out. Kijk zeker op handen in zijn kanaal. Check, ik wil shout-out geven naar mezelf. Bedankt om te kijken naar deze vlog. Dank wel. I'm gonna take a big nest in this big house. Don't forget to like. Yeah. Yeah. Weet jouw kijkers?